Ja, in Kroatië. Ja, in Kroatië. Ja, en we hebben net gesprongen en zo meteen gaan we naar de wijk uit. Gaan we springen op het water. En we hebben echt al 2 uur gesprongen. Ja. En abonneer allemaal Anthony, hoe heet je kanaal? Anthony, hoe heet je kanaal? Anthony Kessler. Anthony Kessler, doe je haar even goed. Hi allemaal. Hi. Jullie komen allemaal op tv nu. Ja. Zijn we al wereldberoemd? Ja, vast wel. Ja? Nou, straks verder, hè? We gaan naar de wipe-out en mama die gaat filmen. En ik ga met Verzo, de vriend van Verzo, papa, Fred en Anthony en ik. Dus ik ben weer lekker het enige meisje. En net waren wij ook met z'n vier aan het zwemmen. En al die jongens hielden zich echt naar een vast, een boot of een band of zo. En ik was gewoon aan het zwemmen. Kijk. En ik kon er niet staan. En wij kon gewoon nog rijden. Ja. En dan lopen we over de strand. Dan gaan we lekker... Ja, dan hebben we weg. Hi! We gaan zwemmen, maar je moet altijd de zwemvers aan. Dus ja. Nou ja, leuk. Kom, dan gaan ze daarheen. Kort broodjes, man. Die kwam niet. Heb je al de slippers, Joe? Ja. Waar is die boot dan? Even iedereen uitzwaaien. Doei! Kom op, Mietje! Oh, mijn jongen loopt er even in. Geef hem even zet. Leuk voor de kijkcijfers. Nee! Is toch voor de vlog? Boven. Oh, gaat ze echt van een grote glijbaan? Al die jaren durft ze niet. Nee, ze gaat erin. Ze zit er nou onder. Oh ja, ze gaat niet gelijk voluit, denk ik hoor. Dat verwachtte ik van Ent. Ja, Fred zit bovenop. We zoomen even in. Dat zwemt best los. En waar is en daar komt Marina eruit. Hoppa. Robert is nummer 90. Ik ben even de camera. Marina en Anthony knokken. Het is gewoon niet zit en ik ga ze pakken. Het is een tekenen rietje. Pakken we niet huis die. Nee, het is een opgezette beer. Die hier ook echt heel diep in de bossen rondlopen. Doe nog even een foto, man. Ja, we gaan nog even een foto maken. Ja, voel hem dan, Ent. Ja, voel ze dan. Doe hem maar zoenen. Aaien, kroelen, kusje geven. Ja, maar doe maar. Nee, doe maar. Wacht, film is helemaal... Eeuw, zit er ook in? Ja. Eeuw, film naar binnen is echt heel vies. Mooi hoor. Film is naar binnen, is weg. Het ziet er echt vies uit. Oh nee, maar dat is spons. Dat is niet echt die tong. De rest is wel echt. Ja, hartstikke. Moet je vragen of dat je hem even moet helpen? Nee. Met lopen? Nee.
Handje. Loopt niet zo? Nee, het is zo erg nou ook weer niet. Wel zo. Ja, wel een beetje. Oh, naar rechts. Papa is ook dronken. Kijk ja, ook de vloer. Hi. Leuk. Hi. Leuk. Maar dit zijn ook Nederlands. Misschien kunnen we hier eten vanavond. Prutje. Ja, daarvoor is vakantie. Zonder haar naam is Marina. Ja. Je bent mijn grote liefde. Ik kom zo meteen even filmen met Marion. Kan jullie ook zwemmen? Nou, zwemmen weet ik niet. Beetje naar links. Ja. Hou hem bij zijn broek vast. Oh, ik heb het gehoord. Hey. We moeten winnen. Vanavond. Maar vanavond. Laat het leven. Laat het leven. Ze waren gezin. Doe jij het? Komt niet zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil Marina, in mij. Proost. Marina, waarom zit het in mij? Mama. Koud hebben we niet in Marina. Bij de geit om zo. Ja. Marina, wat zullen we drinken? Bier! Bier! Eeuw! Ja, voor Marina, een biertje. Er is genoeg. Marina wil bier! Nee, liever niet. Wat zullen we drinken? Als je dit kijkt, we hebben het inderdaad over jou. We zijn hier ook. Je vinger zit voor de camera. Ja. Nee hoor. Voor iedereen. Dus drinken we samen. Vat maar aan. Ja, drinken we samen. Een feest hebben. Ja, ik vind het echt heerlijk. Niet omdat het moet erop van Ronnie Flex. Van een kleine. Nee. Vroeger werd gezegd van het leven is het niks. Daarom leven nu voor twee en neem mijn leven niet voor niks. Je weet dat ik onderweg ben, maar verder weet ik niks. Lieve schat, skip je man, ik kan je geven wat je mis. Breek hem door de helft wat te drinken. Ik bestel het, het is elke dag. Vis maar ook elke dag mijn werk. Geniet en ik besef het goede bied. En ik vertel het over bitches willen chillen. Pak je tassie, rij jezelf. We doen interviews. Ze zijn in de buurt. Alle esports worden nu ingehuurd. Zelfs vrouwen doen hele gekke dingen nu. We pakken dikke stacks met zingen. Voor tijd om te leven. Maak niet meer uit. Dat ze over je geschreven. Ik ben over jou heel raar aan het feest. Doe niet een klein zegt dat hij heeft. Als je het mooi vindt, moet je op Anthony Kessler abonneren. Dit was echt goed, hè? Ja, nou, we zijn net bijna van de camping afgestuurd. Omdat Anthony en ik een beetje naar mensen aan het gooien waren met waterballonnen. En toen ging het naar twee of drie. Toen gingen ze helemaal klagen en zo. Dat wij het kamp uit moesten en alles. En omdat mensen hadden geklaagd, de twee waterballonnen die misschien bijna raak waren. Ja. Nog niet eens raak! Nee, dus die begonnen helemaal te schelden en zo. En nu mogen we blijven. En nu worden we heel goed in de gaten gehouden. Ja, we worden heel goed in de gaten gehouden, jongens. We hebben net lekker gegeten. Jij een hotdog, maar alleen je broodje laten leggen. Ja, er zat ketchup op. En ik vind het heel lief dat ze dat hebben gedaan. Alleen ik hou niet zoveel van ketchup op mijn hotdog. Ze hebben gewoon een worstje en Ent, wat heb jij gegeten? Biefstuk met patat. Zo, netjes je bordje leeg gegeten, jongen. Lekker hoor. Maar het is een vet zo. Maar Jan, wat heb jij gegeten? Ik heb ook een biefstukje op en ik heb lekker Ents halve biefstukje op en Fred halve biefstukje op. Nee, echt? Ook voor Fred nog? Heerlijk. En Fredje, wat heb jij gegeten? Nou, Fredje is even plassen, maar die had ook een biefstukje op. Jury! Ja. Ben je dronken? Ik ben zeker niet dronken. Wat heb je gegeten? Lekker biefstukje met patatjes. En ook bijna zijn bordje leeg.
papa had ook een biefstuk, maar die is ook plassen. En ik had een hamburger. En cheeseburger, ja, sorry. En ik had 1/3 over. Maar die cheeseburger was wel lekker. Echt zo. Lekker. Dat was echt lekker. Ja. Een beetje veel brood. Sorry. Dat staat er ook op, de mama van papa. Ja, maar dat betekent dat lekker was. Oh ja, zo was het. Ben je nog in het hotel? Toen zat iedereen keihard te boeren. Oh ja, en trouwens, by the way, we zitten nog steeds op de... camping. We zijn er niet afgegooid. Nee, dat is stomme hooligans. We blijven nog even. We worden ook nooit niet afgezet. We gaan nog niet naar huis. Nog lang niet. We gaan nog niet naar huis. Nee, nu staan we weer verloren.